Veel Chinese toeschouwers zaten onder het publiek dat in Heerjansdam een groep Chinese tafeltennissers uit de Volksrepubliek aan het werk wilde zien. Bekend is langzamerhand de penhoudergreep waarmee veel Chinese spelers het bed hanteren. Ook de Chinese ambassadeur zag hier zijn jonge landgenoten aan het werk. Onder hen de felle, linkshandige Yang Yin-chun, die zich op deze effectieve wijze warm speelde tegen Yang Ying. Maar het ging hier niet om demonstratiewedstrijden. Aan de orde was een landenontmoeting Nederland-China, waarin onze tienvoudige nationale kampioen Bert van der Helm het uitstekend deed. In de beslissende game tegen Lu Yuan-sheng werkte hij een achterstand van 20-14 bijna helemaal weg. Hier werd het juist 20-16. En van der Helm maakte het zijn Chinese tegenstander bijzonder moeilijk. Twintig-achttien. Twintig-negentien. En dan één foutslag en Van der Helm heeft toch nog verloren met 21-19. De organisatie liet een hardnekkig misverstand over Nederland voortbestaan.